Meneer De Loor, ik geef graag aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, de collega's hebben het al gezegd. Ja. Het starterspakket migreer naar Vlaanderen werd onthaald op heel uiteenlopende reacties. Die waren niet altijd even positief. Reacties gingen van ja, het eenzijdige karakter ervan tot, en collega Zamouri heeft het gezegd, als je de test doet, dat ze uitkwam dat zij zelf meer Vlaming was dan haar collega's, dus dat ook veel Vlamingen zich zouden nog moeten inburgeren. Dat waren een aantal reacties die we te horen kregen. Nu stel ik mij de vraag, meneer de minister, en ik wil tegelijkertijd ook de vraag aan u stellen, of dat dit starterspakket, of dat het, wat de impact daarvan is, maar dan specifiek ook voor wat betreft laaggeschoolden en ongeschoolden. En ik stel u de vraag of dat dit verder wordt onderzocht, de impact en de gevolgen, of dat dit het passend instrument is specifiek naar die laag en die ongeschoolden, dit met het oog op een verdere uitrol naar Rusland en naar Turkije. Dank u wel, meneer Caron. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de minister. Ik ben wat kritischer over uw brochure. Ik ga eerst het positieve. Ik vind het goed, meneer de minister, dat zo'n brochure gemaakt wordt. Er staan heel veel nuttige dingen in. Laat dat ook duidelijk zijn. Ik wil dat ook bevestigen. Het is een zinvol initiatief, maar u moet u toch wel hoeden voor stereotypen en voor clichés. En er staan er een aantal in. Wie is nu die goede Vlaming? En, of die slechte Vlaming, die goede Marokkaan. En die stereotypen hebben niet enkel betrekking op de mensen die naar hier komen, maar ook hoe ik mij als goede of slechte Vlaming zou moeten voelen of niet voelen. En die clichés zijn ook aangevallen. En ik denk ook dat we daar voorzichtig moeten zijn. Er is eentje voorgelezen door mevrouw Zamudi. Maar weet u, dit Vlaanderen is ook het Vlaanderen van latent racisme. Van waar het niet evident is voor een vreemdeling om een job te vinden. Waar knelpunt beroepen moeilijk in te vullen zijn. Waar een krapte is op de woningmarkt. En waar jonge mensen moeten vechten tegen vooroordelen op school en als ze werk zoeken. En deze brochure heeft eigenlijk de neiging om die vooroordelen weer te bevestigen. Maar ik kan het samenvatten, even denigrerend als sommige andere auteurs. De weinig stipte, weinig nette vreemdeling die heel der dagen rondlummelt op straat. Wel, dat soort clichés, meneer de minister, moeten we vermijden. Als we naar een verdraagzame samenleving willen hebben, waar we met elkaar samenleven, laten we dat ook eerlijk zijn. Clichés vermijden over Vlaanderen, clichés verleden over mensen die van Marokko naar Vlaanderen komen. Ik sluit af met één vraagje aan u. Is deze brochure specifiek voor Marokko? Anders gezegd, in welke mate wijkt ze af voor pakweg Rusland of andere landen waar wij wat migranten van ontvangen en waarvoor u het opgestuurd hebt, zoals u zegt? Dank u wel, meneer Kennis. Dank u wel, voorzitter. De starterskit was aangekondigd en eindelijk hebben we hem gekregen in verschillende talen. Ik denk dat het goed is dat hij in alle talen dezelfde boodschap brengt en niet specifiek bepaalde landen viseert of andere boodschappen brengt. Dat lijkt mij goed. Er staan heel nuttige dingen in rond taal, onderwijs, werk, reguliere verblijfstitel enzovoorts. Zaken die mensen absoluut moeten kennen. Mij deed het wat denken aan de informatie van de trotter. Als ik een land bezoek, krijg je heel wat informatie mee, praktische gegevens. En ook altijd iets over waarden en normen. Ik heb de indruk dat een aantal mensen zich daaraan storen. En dan vraag ik mij af, gaat het om specifiek de zaken die erin staat? Of gaat het erom dat we ook in onze maatschappij durven spreken over waarden en normen? Wat ik denk erg belangrijk is om een maatschappij te kunnen vormen. Nu, er waren ook heel wat kritieken. Ik stel vast dat er sommige fundamenteel gaan over, bestaat er een Vlaamse identiteit? Een actuele vraag is een beetje kort om daarop in te gaan. Andere mensen hebben sommige dingen karikaturaal uitvergroot en sommige kritieken waren zelf heel erg karikaturaal. Maar mijn vraag, meneer de minister, ik heb één ding te weinig gevonden en dat zijn de problemen waar de mensen mee gaan geconfronteerd worden. Want het komt een beetje over als Vlaanderen een ideaal land en het is inderdaad zo dat werkloosheid, vooroordelen, schoolachterstand, huisvestingsproblemen, en niet alleen de weg hoe de regels zijn om er een te vinden, maar er zijn mensen die echt met problemen hier geconfronteerd worden. En kan er in een toekomst eens over nagedacht worden om ook die problemen, die er ondanks alles dagelijks blijven bestaan, om die ook in zo'n starterskit duidelijker te formuleren. Dank u wel, meneer Van Houten. U heeft het laatste. Dank u. Is kapot. Zo, dank u mevrouw de voorzitter. De minister, ik zou zeggen, nu weet u het zelf ook eens, het is nooit goed, hè. Nu is er eens een N-VA-minister die de migratie een beetje faciliteert en nu krijgt u nog opnieuw kritiek. We hebben dit al besproken bij de beleidsbrief, meneer de minister, en ik heb u toen ook gezegd dat zo'n starterskit, dat in feite gaat aanleiding geven tot een aanzuigeffect om naar Vlaanderen te komen.
Dat zal het effect zijn. En u kan zich niet wegsteken, meneer de minister, achter het feit dat het migratiebeleid een federale bevoegdheid is en dat u daar niks kan aan doen. Ik heb trouwens vanuit deze Vlaamse regering nog altijd geen signaal zien vertrekken richting federale overheid om te zeggen, uw migratiebeleid is funest en wij zitten met de gevolgen. Nee, door wat u nu doet, door die starterskit, legitimeert u de facto het federale migratiebeleid. En ik ben ervan overtuigd, en het is nog maar eens bewezen, meneer de minister van de N-VA, dat er een groot verschil is tussen wat de N-VA hier aan de andere kant over migratie allemaal zegt en wat dit gremium allemaal doet. Meneer de minister, u...